Nou, Gijsje wordt best groot. En doet echt helemaal zijn ding. Blijft nog wel bij de Brahma-moeder. Maar het vriendje hebben we dus nooit meer gevonden. Dus dat is wel een beetje spijtig. Die was best redelijk al aan de maat vergeleken met die hele kleine kuikentjes die we hebben. Als je dit geluid maakt, is hij tevreden. Hé, je bent tevreden, hè? Ja. Nou, hoe ga jij er dan vanaf? Kom maar. Kijk, moeder staat rustig te wachten. Ik geef wel even hier wat eten. Die kippen die hebben nog wel vleugels, maar die ganzen die hebben nou niet echt enorme vleugels, hè? Nee. Lopen dan. Loopplank. Dan moet je er dus af gaan lopen. Ja. Ga maar. Hop. Loop. Loop, 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 loop. Ja, goed zo. Goed zo. En dan 1, 2. Hoppakee, nee. Nou, dan kan hij lekker gaan eten. Komt in opstand. Goed zo. Al die haantjes, hè? Die heeft daar geen zin in. Goed zo. Nou, om het leed wat te verzachten voor mijn enige vriend. Ja, wat hebben jullie allemaal te vertellen? Heb ik toch maar weer 2 nieuwe gehaald. En die mogen dan op het grasveldje met die anderen. Ze hebben een hele verhalen te vertellen, hè? Ja. Nou, gezellig. We gaan gauw rijden. Nou, het is nu avond bijna. En dan mogen ze in dit landje. Even kijken hoor. Zo, deurtje open. Ze gaan eventjes nog niet bij die ander, want die zit nog bij zijn moeder. Kijk eens. Zo. Maar ze mogen gewoon nu eruit. Zo, kijk eens even hier. Een ren, waar ze eventjes kunnen wennen. In het gras. Dan ga ik denk ik morgen die andere erbij zetten. Want die zit natuurlijk nog steeds bij zijn kippenmoeder. Dan zet ik dat bakje nog even in dat landje. En dan kunnen ze daar dan vannacht lekker in slapen. Hé? Hé jongens. Ja. Het zijn dus volgens mij een soort grauwe ganzen of zo. Die andere is een wit gans. Dus nou, helemaal gezellig. Samen met de konijnen. Hé? Leuk hè? Ik zal even wat brokjes geven. Ik ben meteen hierbij gekomen. Kom eens hier. Ik heb hier een hele andere leuke moeder voor je. Met nog meer gans. Kijk nou toch, ze willen echt wel knuffelen. Goed, kijk nou toch jongens. Dat is gezellig. Allemaal gansjes. Nou. Helemaal blij. Wat een geluid.
Hè? Is dat gezellig zo met z'n drieën? Ja, hè? Nou, top. Morgenochtend zien we wel weer, maar ze kunnen in ieder geval lekker gezellig warm slapen. Maar ik vind het dus wel zoet hoe ze altijd die kopjes op die rama leggen. Kijk nou, ach gosh, kijk nou toch. De knuffelbeesten zo met elkaar. Het is maar goed dat hij er een vriendje bij heeft gekregen. Ze zijn bijna even groot als, nou ja, de brama ziet, hè. Nou, wel rusten. Nou, de volgende dag. Dan staan de kippen eruit en dan eens kijken wat er nog in zit. Ja, hier ben jij. En hier zijn jullie. En mama brama is hem gesmeerd. Ik vind het misschien wel een beetje... Kijk eens hier. Ja. Dus ik ga ze alle drie in de ren zetten. Op het gras. En dan kunnen ze met elkaar gewoon lekker hun ding gaan doen. Hè? Ja. Kijk. Dus ik ga ze eventjes pakken. Nou, ze zitten nu alle drie hierin. Lekker gras eten. Ze krijgen nog wat graantjes erbij. Kijk eens. Zo, hopsakee. En dan... Die brama was wel een beetje, denk ik... Is ook meteen weggelopen. Dus die had het in gehad. Kijk, ze beginnen verwoed gras te eten. Ik hoop niet dat het weinig is vandaag. En als ze een beetje aan elkaar gewend zijn met z'n drieën. Maar het zijn echt groepsdieren. Dan kunnen ze gewoon los hier op dat hele stuk. En daar slapen bij de konijnen. In dat huisje eventueel. Dus voorlopig zitten ze hier prima. Hè? Zo, de laatste is ook gevangen. Hé? Even in het hok zetten. Alleen buiten, dat is nog niks. In de ren buiten is ook niks. Ja. Ja, hè. Het is wat, hè. Wat een toestand allemaal. Nou, daar zijn ze weer. Met z'n drietjes. Even vertellen hoe het allemaal was. Dus de beste brama klotsen ze aan. Nou, wat een toestand. Kijk, gaan ze helemaal weer met deze knuffelen. Die grijze, die is er dus niet. Gaan ze helemaal bij deze zitten. Ach, gosh. Ze klimmen er ook helemaal op. Oh nee, kijk nou. Oh. Oh, brama. Moeder tegen heug en meug. Nou, doen we gauw het licht uit. Dan zien ze niks meer. Hè? Doei jongens, tot morgen. Nou, de volgende dag zitten ze weer lekker even in de ren. Morgen mogen ze echt los. Gaan ze hard gras pikken. Dat is op zich wel goed, want ze hebben dus... Dit was het stukje van gisteren. Een heel mooi bord gemaakt. Ze poepen wel als gek, heb ik gezien. Dus... Kijk, dit is het verschil tussen het ganzengras en het lange gras. Dus ze gaan lekker meteen gras pikken. Ze krijgen zo wat brokken. En ze hebben een tuil met water. Helemaal top. Nou, blijkbaar vindt de brama-mama dus toch wel dat ze iets heeft met deze vriendelijke vrienden. Want ze zit erbij. In ieder geval met die witte dus. Of die witte met de mama. Ik zet ze zo alweer binnen. Hé jongens. Ja. Nou, ik ga ze weer in een hok zetten. Dan kunnen ze vannacht weer lekker binnen in het hok. En dan...
Is het iets lekkerder, want het is niet zo heel gezellig weer. Kijk, gekke kleine vleugeltjes. Hè? Nou, zitten ze allemaal lekker binnen. Met de mama. Hè? En de duiven. Oh. Hé, gezellig toch zo? We zullen met die nek strekken. En dan gaan ze lekker een beetje knuffelen allemaal. Ja! Ja, Kees. Nou, kijk toch eens wat een feest. De duifjes, die zitten hier. De gansjes zitten hier. Kippen, roerende kippen. Wat een heerlijke, heerlijke plek. Hè? Nou, wel te rusten jongens. Doei! Er komt al heel geluid uit dat hok. Let op. Hoppakee. Iedereen wil er heel graag uit. Kom maar. Duif eruit. Haantjes er keurig uit. Zo, dan gaan we jullie weer eventjes in het grasveldje zetten. Ja. Gaan we jullie weer in het grasveldje zetten. Nou, kom maar. Kom maar. Nou, moeders is toch weer binnengekomen. Dus ik ga er gewoon bij zetten op dat grasveldje. Met de drie. Oeh, het is een duif, hè? En dit broedt gewoon maar lekker door. Nou, prima. Kom. Gaan jullie mee? Gaan we naar het gras. Ik ga ze er even in het gras zetten en dan zet ik haar erbij. En dan zijn ze weer relaxed. Kom eens hier. Ja, hier. Hier. Kijken of ze dat na gaan doen. Kijk eens hier.